Het is zomer, hoogste tijd dus voor zuurkool. En dat betekent dat honderden kolen weer van het land gaan. Na maanden van rust is de fabriek in Zuid-Scharwoude weer in bedrijf. Wel ietsje later dan anders, want de natuur werkte niet mee. Dit jaar was een uitzonderlijk hete en droge zomer. En eigenlijk alle groentes in Europa hebben daardoor een ontzettende knauw gehad. Zo ook onze kool. En die is daardoor een paar weekjes later dit jaar. Ook zijn de kolen qua formaat wat kleiner, maar daar merk je voor de zuurkool niets van. Nee, gelukkig niet. Hier in Noord-Holland is de kwaliteit van de kolen nog goed. De kool wordt 's ochtends geoogst. Dat proberen we zo snel mogelijk naar de fabriek te halen. En dan is het ook in 5 seconden is een hele kool gesneden om verder verwerkt te worden in de fermentatiesilo's. De fabriek maakt elk seizoen van 12 miljoen kilo kolen zo'n 7 miljoen kilo zuurkool. De nieuwe oogst is over 6 weken in de winkels te vinden. Ja? Heel lekker. Heerlijk fris.